Het afgelopen jaar was een historisch jaar en een ongekend boeiend jaar. Er waren de Europese verkiezingen die een nieuw Europees parlement op de been brachten. De Vlaamse en federale verkiezingen die in eigen land eindelijk weer ruimte gaven voor nieuwe ideeën. En in heel wat Europese naties moet het debat over zelfbeschikking als nooit tevoren. Zo konden we van op de eerste rij met heel veel belangstelling het maatschappelijk debat volgen in Schotland en Catalonië en andere naties. Maar 2014 was ook een jaar van leed, te veel leed. Het conflict in Oekraïne en dat in het Midden-Oosten waren absolute dieptepunten. De misdaden tegen de menselijkheid, tegen minderheden, tegen burgers onder wie veel kinderen maken ons ziek en worden terecht in de meest scherpe bewoordingen beoordeeld. Het nieuwe jaar kondigt zich aan als een van vele uitdagingen, maar ook van kansen en opportuniteiten. Laten we er samen iets van maken. In de eerste plaats wens ik nu iedereen van harte een zalige kerst en een gezond en inspirerend 2015.